Brands kunnen zich vandaag de dag onderscheiden door het neerzetten van een goede mobile app. Die zich niet alleen richt op het op promoties van producten, maar ook daadwerkelijk wat toevoegen aan de klantbeleving. Denk daarbij aan het bouwen van een community door het delen van coupons of daadwerkelijk het genereren van locatiegebonden promoties in de winkel of in de winkelstraat. Er zijn brands die dat succesvol doen met marketingstrategie. Denk daarbij aan Tilly's, die een complete community hebben opgebouwd rondom skaters. En denk aan Gucci, die daadwerkelijk de klant herkennen bij binnenkomst van een filiale, waardoor dat ze direct klantgerichte aanbiedingen kunnen bespreken met de binnenkomende klant. Gucci en Tilly's hebben een compleet bedrijfsvoering uiteindelijk omgedraaid en zijn met het Market Strategy Alert platform aan de slag gegaan, waardoor dat ze een compleet nieuw verkoopkanaal hebben weten te genereren door middel van Market Strategy Mobile. Nou, het gaat niet zozeer direct om de mindset, het gaat wel direct om de branche waarin het desbetreffende retail zit. Met name het community bouwen zal eerder plaatsvinden binnen de fashionbranche. Als retailers zich niet gaan onderscheiden op het gebied van klantbeleving, zullen zij een stuk van de markt uiteindelijk gaan missen. En ze zullen zich dus moeten gaan onderscheiden van een pure retailer die zich focust op de winkelstraat naar andere kanalen, waarbij ze dat wellicht nu al doen op het online vlak, maar retailers nog een hele weg te gaan hebben op het gebied van mobile. Denk daarbij aan nogmaals locatiegebonden aanbiedingen. Denk daarbij aan het bouwen van een community. Dat zijn zaken waar retailers op dit moment nog een behoorlijke weg te gaan hebben.